Heb je er een beetje zin in? Nee. Waarom niet? Veel staande wind. Ja, moet je nu gaan. Geen windvlaag. We vertrekken samen met Pimentao vanuit Mindelo richting Suriname. We weten dat er tussen de eilanden flink wat wind kan staan en zijn daar dus ook op voorbereid. Ondanks de voorzorgsmaatregelen blijft het rolreefsysteem van het grootzeil van Pimentao vastzitten. We wachten even op ze in de luwte van het eiland San Antão. Hoeveel op de teller staan, Mark? Ik heb regelmatig 35 op de teller gezien en wij deden 7. Dus dat wil zeggen 42 knopen wind. Want we varen bijna plat voor de wind. En dan zien we daarachter nog de kopjes. Want hoeveel knopen wind hebben we nu? Nou, zeg maar niks meer eigenlijk. Het water is ook gewoon vlak. Nee, en betekent dat nu dat hij op de motor terug gaat? Of weet je, nog niet, weet je eigenlijk niet zoveel meer? Ik heb zelfs met de verrekijker geen zicht op hem. Oké, dan moeten we even afwachten dat hij uitgeklooid is om te horen hoe het loopt. Iets verderop, ik denk dat ik iets verder als jullie ben, neemt het volgens mij wat af. Wij zijn al in de zone waarbij het wat afnam, dus dat klopt. Nee, oké, we wachten even af op het bericht van Pimentao. Akkoord, terug naar 16. Pimentao weet alles te herstellen en wij reven nog verder naar het kleinste zeil wat we maar kunnen voeren. En dan gaan we weer vol gas de acceleratiezone in. Je zit over dezelfde shunt. De dump, dat is de dump van de windmolen, hè? Ik zal even kijken, ogenblik. We gaan gespannen de nacht in, want zonder Elektra nog 16 dagen zee wordt een pittige tocht voor Pimentao, waarbij men onder andere op de hand zou moeten gaan sturen. Gelukkig vindt René het probleem de volgende ochtend. We prijzen ons gelukkig dat het bij ons allemaal nog goed gaat. Helaas hoefden we niet lang te wachten op onze pech. De puttingen zijn van het dek afgescheurd. Dat betekent, krak, dekmast. Mijn hand nog, zoals dat, nog. I lift ya off the earth, mundane and glum, out the solar system, way past the sun. Tell all the fear in your heart is gone, and so on. Walking through the world in your pressure, in a peace beyond measure. I was leaving wearing what I came in. When a man said stop, I wanna have what you have. I get what you got. I got it slipping by on the streets in the rain. I got it learning to share my pain. I got it making flowers grow in hearts of stone. I got it cause I always take the long way home. We'll be right back.
becomes my mirror. The further I go, the more I know. Oh yeah, wherever the wind blow, I'll be there. Turned up in places that I never intended to go. And so ended my youth. I was dependent on proof. Now I'm in the flow. There are things I know beyond knowing. I've never seen a seed growing. I was going back home. When a man said stop, I wanna have what you have and get what you got. I got it sleeping rough on the streets and in the rain. I got it learning to share my people's pain. I got it making flowers grow in hearts of stone. I got it cause I always take the long way. Met je vriendjes. Binnen 45 minuten van constatering na noodreparatie. Het was spannend. In de eerste nacht checken we om het uur of de constructie blijft zitten en hoeveel beweging erin zit. Gedurende de trip krijgen we steeds meer vertrouwen in deze constructie. En we kunnen ondanks reparatiezorgen genieten van de tocht. Tot Dollardouw, van Drenthe tot aan het Wad, Dograd en Blad in het Wonderland, Wonderland. Een pronkje wel met golden rand, is Groningstad en Ommeland. Een pronkje wel in het golden rand, is stad en Ommeland. Goed zeg. Applaus dan, applaus dan. Ja, nu is het alweer klaar. Dat klinkt enthousiast. Wat is hier van je? Beetje vroeg, we hebben net een kopje thee op. Heb je het een beetje naar je zin, Mark? Kijk, René, ons vriendje, die verstaan wij niet omdat hij altijd de microfoon zo in de wind houdt zo. Maar hij verstaat ons niet, omdat de hele fucking tiefzooi, oh sorry hoor, piep, die kraakt. Nou, daar ga jij wat aan doen.
Sla, koolsla, tomaatje, een ruim broodje. Ik heb hem in de hele tijd vastgehouden, waardoor de rest van de spulletjes allemaal op de grond is gemaakt. Laten we daar recht. In de vroege ochtend probeer ik het gewoon nog een keer. Waarbij de lijn uiteindelijk een flinke crème spoelingbeurt kan gebruiken. Net als mijn haar. 18 dagen en niks noppes nada gevangen. Pimentao blijft bij ons in de buurt. Met onze mastproblemen in het achterhoofd is het fijn om te weten dat er backup is. Ze denken mee en steken zo af en toe een hart onder de riem. Echt een fijne buddyboot. De laatste paar dagen op zee zijn rustig. Ooit lang geleden op Lanzarote hebben we leuvers aan een oude Genua gemaakt. Het is een redelijk groot zeil dat we op de kottenstag voeren en het is geschikt voor licht weer. Dus dat gaan we nu uitproberen. Werkt prima zo. Lekker hoor. Minder werkt een einde binnen. Take one. Een einde chili thuis ook. Doe je nou je puffvinger? Oh. Nou, dan wens ik iedereen van harte welkom bij onze talkshow Ocean Talk. Vanavond hebben we verschillende gasten. En we hebben de Ocean famous singer-songwriter Renoso. En die gaat een cover brengen van Rod Stewart. Verder hebben we onze vaste kookrubriek. Koken op zee en we hebben een drie vragen interview met Madame Chewy. Applaus graag. Oh. Applaus Mark. Applaus. Yeah! En de temperatuur is gestegen naar 28 graden. En niet de buitentemperatuur, nee de watertemperatuur. Kun je je voorstellen hoe warm het gewoon überhaupt buiten is? Zonder.
is nog nat, we hebben even door het stopje gehaald. Een paar mijl voor Paramaribo. En daar varen we, samen met Pimentaal op de bruine Suriname rivier. We hebben het gehaald en de mast staat er nog op. Eens kijken wat Suriname voor ons in petto heeft. Entrego uma ação.